hele mooie kaart vanwege Eowyn dat die is overleden. Ik hoop dat jullie lezen kunnen, dat het niet al te veel glimt. En toen zijn jullie jezelf er ook in. Hoe moet ik zo? Doe ik het zo even. Lieve vrienden, ik ben weer aanwezig. Ik had vandaag nog niet gefilmd, ik heb er niet de kans toe gehad. Maar in ieder geval, ik wens jullie natuurlijk... Oh, de telefoon ga ik nu weer afsluiten. Sorry. Dat was onze Crazy. Ja, maar in ieder geval, waar ik mee bezig was, dat was om jullie een welkom te wensen bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. En ja, het is al 4:30 zowat. En waarom ik zo laat ben? Ja, ik heb andere dingen gedaan. En ik heb al boodschappen gedaan. Ik moet nog opruimen. Dat staat daar. Maar gisteren kreeg ik post. En ik ben er niet aan toegekomen om dat te laten zien, die post. Want ik kreeg bezoek. En daarna kreeg ik weer bezoek. En telefoontjes. Nou, het was te donker om het jullie nog te laten zien. Ik kreeg eerst... een hele mooie kaart vanwege Eowyn dat die is overleden. Ik hoop dat jullie lezen kunnen, dat het niet al te veel glimt. Moet kunnen. Doe ik hem open. Dan is die kant hetzelfde. En daar staat ook weer een tekst. Ik hoop dat jullie dat ook kunnen lezen. Van wie ik hem gekregen heb. Nou, dat is toch hartstikke mooi, hè? Ja, vind ik van wel. Maar dat was niet alles. Er zat nog een grote envelop bij, want die kaart zat in deze envelop. Maar er zat ook nog een grote envelop bij met van die bubbeltjes erin. En toen haalde ik daar een pakje uit waar ook bubbeltjes omheen zat. Ik heb toch gehuild weer. En toen zijn jullie jezelf er ook in. Hoe moet ik zo? Doe ik het zo even. Nou moet het goed wezen. Ja, wat er bovenin staat. Mooi, hè? Vond zo bijzonder, een liefdevolle herinnering, Eowyn. Nou, echt, kom hierop vegen. Maar er zit geen hangetje aan. Wat ben ik van plan? Dat lijstje in te pakken, mee naar een winkel te nemen. En daar een fotolijstje voor zoeken en dan in het lijstje. Ja, anders weet ik het ook niet. Of ik ga even naar de houthandel van... Kun jij even van 4 latjes een lijstje maken met een hangetje eraan dat mijn poezebeestje erin kan? Doet hij wel. Een paar euro. Ja, doet hij wel voor mij. Echt wel. En er zat dit kaartje in. A gift for you. En dan heel veel sterkte. Kusjes. Nou, toch mooi, bijzonder. En dat heb ik dus van die man gehad. Meindert Ronkers. Dus Meindert, lieve schat, bedankt nogmaals. Ik heb je via WhatsApp bedankt, maar dat is niet genoeg. Dus ja, in deze vlog hartstikke bedankt, lieverd. Ja, Meindert Ronkers, bedankt voor die mooie kaart. En voor die mooie tegel. Ja, ik ben er zo bijzonder blij mee. Dat wil je niet weten. Maar oké, lieve vrienden. Ik ben vannacht goed ziek geweest. Niet vanwege dat ik Eowyn mis, nee. Mijn maag die had zich denk ik omgekeerd of zo. Want ik werd op een gegeven moment wakker. Daar ik last had. Van zuur in mijn keel, dat was omhoog gekomen. Nou, je kon me weet niet wat doen, want ik
had het niet meer. Een hele tijd gezeten en het wou me niet zakken. Ik denk, nou, dan maar naar beneden. En wat ik van mijn mannetje heb geleerd, suiker te nemen, want dat neutraliseert dat zuurgehalte weer. Nou, dat gedaan. Ik ben naar boven. Spelletjes zitten te doen. Ik ben rechtop blijven zitten. Hou niet zakken. Ik weer naar beneden. Een droog bolletje gepakt. Bruin bolletje eet ik altijd, hè? Dat weten jullie. In plaats van een boterham neem ik van die bruine bolletjes. Droog, niks erop. Dat neutraliseert ook. Dat neemt ook die troep meestal weg. Nou, dat heb ik gedaan. En toen kon ik eindelijk slapen heen gaan. Maar toen was het ook al 5 uur geweest. Ja, nee, later. Even denken, want jij werd ook nog lastig, Gandalf. Moest ik jou nog aanpakken? Ja, hij werd ook nog lastig. Dat was al dik na 6. Toen ik pas in slaap ben gevallen. Ik zou geslapen, maar toen werd Gandalf lastig. Die heeft me toen nog weer wakker gehouden. Nou, en toen heb ik dat dus, bestraft, laat me zeggen. Aangepakt van nou is het over. Nou, dan ben je weer gelijk klaar wakker. Hé, kerel? Ja. Hé? Hij kan niet zijn hoor. Ja hoor, dat kan niet. Hé? Ja hè? Dat kan deze knaap. Hij is niet zwaar hoor. Ja. Vrouwtje heeft melk voor jou gekocht. Ja. Enkel een ander kleurtje melk, tenminste het pakje dan dat Karin heeft. Maar het is hetzelfde. Ja. Maakt niet uit, het is gewoon de verpakking die anders is. Andere fabriek. Ja, kan toch, maar het is hetzelfde. Maar in ieder geval, wat wil ik nou zeggen? Daarna ben ik dus pas in slaap gevallen. En ik zou het bij tijd eruit, want ik zou bezoek krijgen van die Jack van Cerelo, Jack Pater. Maar daar kreeg ik een appje van. Ja, kreeg ik een appje van. Leuk. Het enige wat hij zei, ik ben ziek. Oh, oké. Ik heb teruggeschreven, oké, dan wens ik je beterschap. Ik was dat vannacht, had best last van mijn maag, dus blijf ik jou nou ook, nu ook lekker dan nog in bed en probeer ik nog een uiltje te knappen. Nou, dat heb ik dus gedaan. En daarna ben ik met Rijken uitgegaan in de stromende regen. Ik heb mijn jas en alles aangelaten dat ik terugkwam, want ik had mijn regenjas over mijn normale jas heen. Toen heb ik de boodschappentassen gepakt, mijn handtas gepakt, ik heb de booster gepakt en ik ben boodschappen gaan doen. Ja, en daar kwam ik dus voor terug, maar toen kreeg ik een telefoontje van Karin en... Ja, nou, dan krijg je er weer telefoon van. Oh jee, oh jee, oh jee. Dat was eventjes, wat er allemaal gebeuren gaat, ja. Kom, jullie krijgen het nog te weten, maar nu even nog niet. Maar gaat over een viervoeter. Ja, meer zeg ik niet. De rest komt later wel. Het wordt weer donker. Ik ga lekker mijn boodschappen opruimen. Deze meneer. Die zat gisteren al aan, aan de smeerwors door zijn brokken heen. Omdat ik geen vlees meer voor hem had. Dus dat heb ik ook weer gehaald. Hé? Ja. Ik heb vleesjes voor je. Hé, 2 dozen. Ja, eentje met vis en eentje met vis en vlees door elkaar heen. Ja. Zoveel vakjes vis en zoveel vakjes vlees. Goed of niet goed? Ja, hè. Oh, ja, hè. Oh, ja, hè. Oh, goed. Spinnenkop. Pinnenkop. Die kan er wat van. Ja. Hé? Jo. En ik heb ook het vermoeden dat ik Eowyn haar leeftijd toch verkeerd heb. Want nou, het schijnt van 2005 te zijn. Nee, ik had haar veel eerder. Van 2001 of 2002 is ze. Maar ja. Ach, dat kan de pret niet drukken, dat beestje is er niet meer. Hij was, 15 tot 17 jaar was ze. Ik heb haar opgevangen, ik moet op de kalender even kijken welk jaartal erbij staat. Ja, ze staat op de kalender en ik hoop dat daar een jaartal bij staat.
Maar ik weet wel zeker dat ik er eerder had dan 2005. Ja. Want ik had eerst een broer, Gimli. Die had ik in februari. Hetzelfde jaar. En in augustus werd zij geboren. Van dezelfde ouders. Dus het was echt broer en zus in twee verschillende nesten. Maar dat maakt niet uit, je twee dezelfde ouders. Dus ja, die gingen echt als broer en zus ook met elkaar om. Dat was prachtig. Maar ja, Gimli is overreden door een auto. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Die kon ik ook niet laten cremeren, want die heb ik nooit niet meer gezien. Nee, helaas. Dat beestje dat is toen opgehaald en ik wist van niks. Dat is me later pas ten oren gekomen. Maar ja, oké, lieve vrienden, ik zeg, we spreken elkaar later weer. Het kan vandaag nog zijn, het kan pas morgen zijn. Als het pas morgen is, dan plan ik deze videootje. En het is vandaag woensdag 28 oktober, 15 uur 31. Ja, dus onthoud dat maar. En dan, en anders komt hij bij de 29 oktober, dat we er eentje zitten. Want als ik dit weer is, je kan dan pas wat doen. Ja, en ik moet nog renderen, want de computer staat nog niet aan. Dus ik heb nog een heleboel te doen, lieve vrienden. Maar eerst ga ik de boodschappen opruimen, want er zit diepvriespullen bij. En dat moet ik eerst gedaan hebben. Heije, mijn hartje groeit. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet. Doe je het niet, kan ik er ook niet zo doen. Want ik kan jullie niet later niet als ik mijn boodschap opruimen. Nee, dat gaat niet worden. Het regent ook weer hier aan deze kant. Misschien bij jullie ook. Nou ja, ga schilderen, ga tekenen, ga lezen, doe wat. Je weet het maar nooit. Maar ik zou zeggen, we spreken elkaar sowieso weer. Of vandaag of morgen weer. Tot dan!